We staan hier op de oude grens tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Zuilen. Die grens was buitengewoon grillig. Die liep langs de Vechtoever en langs een ingewikkelde, maar wel belangrijke weg tussen Lage Weide aan de zuidwestkant van de gemeente Utrecht en Fort aan de Klop. In ieder geval tussen 1900 en 1953 hebben, volgens Utrecht Archief, zeker 30 discussies plaatsgevonden. Ook juridische stevige conflicten tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Zuilen. We staan hier op de Cuygeniusstraat en de Groen van Prinsterenstraat en we spreken met een van de bewoners. Voelt u zich nou bewoner van de gemeente Utrecht of van de wijk Ondiep of van de wijk Zuilen? Ja, zeker van Ondiep. Ja. Woont u nou in Ondiep of in Zuilen? Ondiep. Al 50 jaar hier in deze Groen van Prinsterenstraat. Afgelopen maart, ja. Heeft u het hier naar uw zin? Zeker weten, ja, ja. En ik ga hier alleen weg, zo. Voelt u het verschil tussen de wijken Ondiep en Zuilen? Nou, niet echt, nee. Ik durf het ook echt niet helemaal goed te zeggen, omdat ik alleen op dit stukje ja, woont en niet vaak aan die andere kant komt verzuilen. Maar als u hier al 50 jaar woont, dan heeft u vast nog mensen gekend die echt in de oude gemeente Zuilen woonden. Ja, ja, want ik heb ook ruim 25 jaar thuiszorg gedaan. En had ik ook Zuilen, Ondiep. Oh ja, ja, zeker weten. Ja. Kunt u nou een paar verschillen aangeven tussen Ondiep en Zuilen? Er is een klein niveauverschil, hoe moet ik dat nou zeggen? Een Ondiepe, die heb je of die heb je niet. Qua mantelzorg, qua omzien naar elkaar. We geven om elkaar. We geven elkaar af en toe een presentje. We letten op elkaar. Ja, het is gewoon fantastisch. Dat kom je niet veel tegen meer. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je had mensen die bij Werkspoor werkten en mensen die bij de Demka werkten. En dat was ook wel eens oorlog met elkaar. Dat, de werkspoorders en de demka's.